dan de mannen achter de Belgische caviar. Caviar zijn gezouten steureieren. Ik ben van als ik kom lopen met mijn netje gaan visjes vangen bij ons achter in de beek. Die dieren fascineren mij enorm. 215 miljoen jaar geleden zwommen die hier al rond. Belangrijk is dat een caviar ei tussen je tong en je verhemelte kapot klapt en dat daar een frisse, romige dooier uitkomt. Het productieproces hier in de productiehal zelf is amper een half uur. Maar we moeten er ons wel bewust van zijn dat wat we nu aan het maken zijn hier eigenlijk al een weg van 8 tot 10 jaar afgelegd heeft. Dus dat doet wel iets als eieren mooi heel zijn, de kleur goed is. Dit is nu een vrij donkere caviar die we aan het zeven zijn, maar dit is een mooi ovarium. Hoogstraten is wereldwijd bekend hè, voor de producten die daar geveild worden. Noem de aardbeien maar of de asperges. Dat zijn echt typisch Belgische producten die zo vers als het maar kan op de veiling gebracht worden. Het is bijzonder interessant dat je kan gaan kijken waar je aardbeien uiteindelijk geveild worden, hoe ze geveild worden en ook eens achter de schermen gaan zien om de dagelijkse werking van zo'n veiling te leren kennen. Ik had nog altijd het idee van een veiling dat er iemand zijn hand op stak bij een bepaald bedrag voor een bepaalde hoeveelheid. Maar dat lijkt mij totaal anders te verlopen. Dat beeld is achterhaald. Ik verkoop wel van in de jaren 50 van vorige eeuw op een geautomatiseerde manier met een klok. En wat is dan wel het gekste product dat hier ooit aangeboden is? Als je spreekt over prijs, dan is eigenlijk onze eerste aardbei altijd het meest exclusieve. Laatste jaar wordt daar 4000 euro voor betaald voor een doosje. Die gaat naar een welgekozen doel, een goed doel. Priorij Korsendonk is eigenlijk een van de beste plaatsen, zou ik maar zeggen, in de omstreken om gaan te overnachten. Het is wel een enorm voordeel als je niet enkel een schitterend ontbijt kan krijgen om de dag te starten. Ze bieden ook een compleet gamma aan, dus je kan er ook lunchen en je kan er ook dineren. En ik denk dat alles daar op een even hoog niveau geserveerd wordt. Absoluut. Hoe leggen jullie de lat zo hoog, zoals we hier nu kunnen meemaken? Sowieso de locatie. Vroeger was het natuurlijk in Priorij, dat was een gastenverblijf voor de paters. Dat is een zeer unieke locatie natuurlijk om te verblijven. Daarbij hebben wij echt een super verfijnd diner. Het is net allemaal iets verfijnder als in een brasserie bij ons. Een delicatessenzaak waar ze fantastische pralines maken en verkopen. De kilogrammen pralinen die Louis gemaakt heeft voordat hij dat product op punt had, dat zijn er veel. Ik hoop dat men ze niet allemaal heeft moeten opeten. Maar hij heeft dat verteld dat ze eigenlijk toch wel dagen en dagen daarmee bezig geweest hebben om die juiste toets te vinden, de juiste smaaktoets om dat op punt te zetten. En er niks speciaal van? Ik heb dat zeker. Ik heb de korsendonkjes hier. Dat is een chocolaatje praliné gevuld. Dat zijn flesjes chocolade. Dat verwijst eigenlijk naar het Korsendonk bier. Zeker goed. Fantastisch. Op een gegeven moment is de koning en de koningin in Oud-Turnhout geweest en dan hebben zij dat gepresenteerd gekregen op de priorij van Korsendonk. Koningin Paola, vond ze lekker, Louis? Ze vond ze volgens de krant heel lekker. Fleur de Sel is een restaurant in Kasterlee, zeer fijne keuken. Alex ook een heel bijzondere chef die zeer innovatief bezig is. En het is verbazend hoe je op die jonge leeftijd toch al die kwaliteit kan bieden. Het zijn echt wel mensen die er alle dagen mee passie moeten tegenaan gaan, want anders kan je dat niet realiseren. Je bent dus deelnemer aan Jong Keukengeweld. Yes. Waarom doe je dat eigenlijk? Het is heel leuk om zo dat, die bijna culinaire maagdelijkheid te verbreken. Die jonge mensen moeten hier binnen zijn geweest om te begrijpen dat het allemaal niet stijf is en allemaal niet. Maar het is eerder koken is meer los geworden op een manier dat we proberen het hoogste niveau te halen, maar wel op een gemoedelijke manier. Toegankelijk voor iedereen. Ja. Genieten eigenlijk van het leven is hier echt niet moeilijk. Als je de tijd neemt en je probeert een rustig bezoek aan de campen af te leggen, dan ben je hier op je plaats.